Sommige landen en regio's profiteren van migratie. Migranten fungeren als nieuwe kolonisten die helpen met de opbouw van moderne infrastructuur. Ze winnen grondstoffen en drijven handel. En daarnaast maken ze geld over naar het thuisland en bij terugkeer nemen ze veel kennis en ervaring mee. In sommige landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is er dankzij migratie een jonge beroepsbevolking. Wat bij goede integratie kan zorgen voor economische groei. Wanneer een land een doorgangsland is door zijn gunstige geografische ligging, kan het profiteren van de migratiestromen en van ontwikkelingshulp vanuit bijvoorbeeld de Europese Unie om die stromen te beperken. Global cities of wereldsteden vormen het hart van de moderne wereld. Grote steden die belangrijk zijn als politiek, economisch of cultureel centrum. Ze vormen knooppunten in het mondiale netwerk van de geglobaliseerde wereld. Sommigen voelen zich wereldwijd verliezers van globalisering en pleiten voor sterke, zelfstandige staten, protectie van de eigen economie en beperking van migratie. Zo staan hoger opgeleide globalisten vaak tegenover een nationalistische middenklasse. Door globalisering zien we verwestersing of Amerikanisering van culturen. Eén wereldcultuur zal er toch niet snel komen, we worden echt niet allemaal hetzelfde. Alleen materiële cultuurelementen als kleding, film, muziek en voedsel worden overgenomen. Immateriële elementen als waarden, normen en wetten vormen de eigen identiteit en die veranderen weinig tot niet. Worden westerse waarden opgedrongen, dan is het antwoord vaak fundamentalisme. Vaak verwestert alleen de bovenlaag van de bevolking. De massa hecht er minder waarde aan of kan het zich niet permitteren. En niet alleen het Westen beïnvloedt andere culturen, dat doen Chinezen, Mexicanen en Thai bijvoorbeeld ook. Lokaal en regionaal zijn er verschillen in invulling van cultuurinvloeden. Binnen een stad kunnen van wijk tot wijk de cultuurelementen sterk verschillen.